Hey, leuk dat je kijkt naar de Best of Video van Jesse en Nola. Want hierin zie je alle hoogte, maar vooral dieptepunten tussen Jesse en Nola. Veel kijkplezier! Wie is haar? Hij is verliefd. Gast, wat loop je nou te bazelen, man? Nee, echt wie? Ik heb nog niemand, hoor. En ik weet ook niet wie ik moet gaan vragen. Dus... Ik wil wel. Oh, go, go! Help me, echt niet! Hé, niet zeuren door, kom op! Nee, ik stop. Hé, volgende keer winnen we sowieso. We waren echt een goed koppel. Ja, is goed. Wil je misschien wat mee gaan drinken? Je hebt het misschien niet door, maar je liet me alleen maar rond te commanderen. Dat is super irritant. Hey, ik deed gewoon mijn best. Ik wilde je alleen maar helpen. Ik ben geen klein kind meer. Whatever. Ja, met Nola heb ik eigenlijk helemaal geen moeite. Ze is leuk in de redactie. Ze brengt iedereen leuk samen. Ja, ze is gewoon goed sociaal. Ze heeft leuke ideeën. En ja, ze is slim en aardig. Ja, het is leuk om haar erbij te hebben. Hij zei alleen maar lieve dingen. Als je het filmpje zou zien, dan zou je bijna denken dat hij nog steeds verliefd op me is. Ja, ik had gezegd dat ze slim was. Nou, blijkbaar dus niet in alles. Want hoe lang heb je nodig om door te hebben dat ik haar leuk vind? Ik dacht alleen dat je behoorlijk klaar met me was. Nee, dat is niet zo. Natuurlijk had ik iemand die natuurlijk gelijk verliefd op me zou worden. En me geen sukkel noemt. Maar... Ik vind je geen sukkel. Nee? Nee. Ja, Nola. Nou, ik ben gewoon gek op je. Oh. Weet je, ik heb je misschien eerder wel voor schut gezet. Wat trouwens niet expres ging, hoor, maar... Dus ik dacht, misschien kan ik het zo goed maken, want ja... Zeg nou even eerlijk, dit is best wel gênant. En trouwens ook wel voor jou kom ik net achter, maar... ja, nu ik het toch sta... wil je verkering met me? Oh. Nou... Wil je verkering met mij? Ja, tuurlijk. Oh. Wat is dit voor vertoning? Yeah. 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 Wat is jammer? Vrijdagnacht is mijn moeder weg. En ik vroeg of Tieten kon blijven logeren, maar ze kan niet. Ja, kan ik toch moet wel... echt mee. Je kan toch wel iemand anders blijven logeren? Ik, bijvoorbeeld. Dat ik dat zomaar vroeg. Echt alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Ik heb wel eens een keer bij mijn nichtje gelogeerd. En mijn buurmeisje kan vroeger heel vaak bij ons logeren. Nou, dat was gewoon echt gezellig. Weet je, het is toch anders als meiden bij elkaar slapen of meiden en jongens. Nola, heeft jouw moeder wel eens met jou gepraat? Gepraat? Ja, over... over dingen. Ja, echt serieus. Straks hadden ze nog beginnen over bloemetjes en bijtjes en zo. Maar kunnen we het even een andere keer over hebben als Nola weg is? We moeten ook trouwens die film verder kijken, want ze moet zo weg. Oké, maar dan wil ik het er graag vanavond met jou nog over hebben, Jesse. Ja. Ik ben benieuwd naar hoeveel uur jij het begeeft zonder telefoon. Klopt. Geef dat terug, Jesse. Oké. Ik snap gewoon niet waarom je zo veel met je neus in die telefoon zit. Waarom moet je altijd alles posten, wat je doet? Gewoon 24/7 gewoon. Wat je eet, met wie je bent, waar je bent, wat voor boterham je moeder smeert. Ik word gewoon gek van. Weet je? Ondanks dat je ouders geen geld meer hebben, ben je eigenlijk nog precies dat verwaande ruikerluiskindje dat je altijd al bent geweest. Misschien passen we helemaal niet bij elkaar. Ik weet al zeker dat het niet bij elkaar past. Het is uit. Ben je serieus? Uit. Als in geen verkering meer. Zit een grapje? Nou oké, dan hoef ik het ook niet meer. Jesse heeft vandaag een lastige schooldag voor de boeg. Hij zal Nola weer voor het eerst zien sinds het uit is. We zijn exen en toch deed ze zo aardig. Waarschijnlijk wilde ze helemaal niet dat het uit was. Anders doe je het toch niet zo? Hé, hey, we kunnen bij mij afmaken. Ja. Dus ik wilde eigenlijk vragen of je verkering wil of wilt houden als het volgens jou niet uit is geweest. Tuurlijk is het uit. Je doet steeds alsof er niks aan de hand is op school. Dus... Ja, wat wil je dan? Dat het ongemakkelijk wordt? Nee. Je bent nooit eerlijk tegen me. Jij toch ook niet? Jij zit nu toch ook alleen maar gezellig te doen, omdat het zo hoort? Dat is toch ook niet eerlijk? Ja, dat is wat je doet als het uit is. Je blijft gewoon aardig tegen elkaar, dat is volwassen. Ik vind het maar gewoon vaag. Ik maak mijn werk zo wel thuis af. Je zet toch wel mijn naam eronder, hè? Kijk, dit. Dit laat maar zien dat je me helemaal niet kent.
Jesse is morgen jarig en wil dit gaan vieren. Daarom worden er ideeën besproken hoe het feestje wat spannender gemaakt kan worden. Jesse's vrienden willen bijvoorbeeld graag een zoenspel spelen. Ja, ik weet gewoon niet wat ik moet doen met Nola. Als ik er niet uitnodig, dan laat ik merken dat ik geen vriendin wil zijn. En als ik er wel uitnodig, dan ben ik bang dat het ongemakkelijk wordt. Nee, het feest gaat niet door. Daar gaan we door. Waarom niet, man? Ja, ik had er eigenlijk achteraf... Had ik gewoon inderdaad het feestje moeten geven met jou erbij. Inderdaad. Wacht, ik heb een plan. Laten we gewoon de dingen gaan doen die je ook op het feestje zou doen, maar dan met iets minder mensen. Dan gaan we nu flesje draaien. Wat? Ja, dat had je anders toch ook gedaan. Oké, ik begin met draaien, want ik ben jarig. Okay. Ja. Oké. Okay. Het is niet zo stom, toch? En ook niet vies. Nee, daarom. Wat is er? Het klinkt misschien raar, maar ik mis dat zoenen wel. Ja, ik ook wel. Misschien moeten we een spelletje vaker doen. Misschien wel. Volgens mij is het jouw beurt. Gewoon vrienden. Ja, eigenlijk wel. Gewoon vrienden. Ja, vrienden plus een beetje. En wat houdt dat in dan? Nou, dat je gewoon vrienden bent, maar soms dingen doet die je doet als je verkering hebt. Ja, want we hebben allebei geen zin in verkering, maar soms wel zin in dat soort dingen. Yep. Het is donderdag vandaag. En terwijl Nola's vriendin Daisy zich opwindt over haar lunch, heeft Nola haar aandacht bij iets anders. Ja, plakkerig en vies. Dankjewel. Ja, ik vind je ook leuk. Ga je dat nog niet door? Vind je me leuk genoeg om het weer aan te maken? Als jij dat zo wilt noemen, dan vind ik dat prima. Dan is het weer aan. Oké. Wil je dat ik een filmpje maak of een foto of zo? Ja, een filmpje zou eigenlijk het beste zijn. En waarschijnlijk is het ook de beste manier om dit nieuws de wereld in te helpen. Eigenlijk is het niet zo heel erg. Jesse is toch mijn vriendje. En als hij toch nooit op social media zit, wat maakt het dan uit? Heb je dat filmpje op Klikker gezien? Ja, schattig filmpje toch? Het is helemaal niet schattig. Waarom vind je dat mensen het zo belangrijk als we aan het zoenen zijn dat ze het moeten filmen? Ja, er zijn vast genoeg aanknopingspunten die naar het daden leiden. Hey, dit kan je geen vriendin noemen, echt niet. En ik hoef er echt niet meer in mijn buurt te hebben. Ja, sorry hoor, maar het was niet mijn plan. Wat nou plan? Ik bedoel, ze vroeg gewoon aan mij of ik het wilde filmen toen jullie gingen zoenen. En nou, toen heb ik dat gedaan. Dus jij vroeg het? Je vroeg gewoon of zij jou wilde filmen? Yes, ik kan het uitleggen. Ik ben er klaar mee. Misschien is het gewoon een goed idee om gewoon niet samen verder te gaan. Maar yes, ik hoef per se foto's te plaatsen. Ik kan ook gewoon foto's met mijn familie en vrienden plaatsen. Kijk, een meisje dat social media zo belangrijk vindt, past gewoon niet bij een jongen die dat helemaal niets boeit en het zelfs irritant vindt. Sorry. Ik vind jou alleen een beetje grappig. Hey, als je boos bent, ben je eigenlijk best wel schattig, weet je dat? Dat zei Jesse ook altijd toen we verkering hadden. Dat ik lief was als ik boos was of zo. En dat ik dan iets raars met mijn neus deed. Maar ik denk wel dat wij nog goed bij elkaar passen. Maar het is uit. Ja, dus? Iedereen maakt toch vergissingen? Vanochtend dacht ik bijvoorbeeld dat ik een broodje jam wilde. Nou, dat wilde ik ook niet. Mis je me dan nooit? Weet ik niet. Misschien helpt dit. Ik moet naar les. Doei. Zo, jongens. Jesse en Nola hebben weer verkering. Wie had dat ooit gedacht? Wat denk jij? Zijn Jesse en Nola voor elkaar gemaakt? Laat het hieronder weten in de reacties. En doe een blauw duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Joe!